Goeiedag, wij zijn de beroemde voetbalkenners Gunter Schepers en Herman Brusselmans en wij zullen iedere week op de site van Unibet 4 wedstrijden uit de komende competitiedag kiezen en daarover onze prognoses geven. We beginnen deze week met Germinal Beerschot Antwerpen tegen Lokeren, waarbij ik een 2 zeg, dus een overwinning voor Lokeren, die volgens mij het gelijk spelen een beetje beu zijn, plus het Antonis effect bij Germinal heeft nog niet gewerkt na één wedstrijd en zal volgens mij na twee wedstrijden nog altijd niet werken. Het is natuurlijk ook zo dat jij een beetje door een Lokeren-bil krijgt, hè, als ex-speler. Dat wou ik toch nog even zeggen aan de duizenden kijkers, dat ik ooit bijna een topvoetballer geweest is, ben bij Lokeren en nog altijd kies voor Lokeren. Voilà, dus ja. Ik volg hem niet, want ik ga voor een gelijkspel. Dus Lokeren onderleeks speelt 1-2 gelijk. Dus waarom zouden ze op GBA dan niet gelijk spelen, terwijl GBA onder zijn waarde geclasseerd staat en dus zeker tegen Lokeren een punt moet halen. Dus ik ga voor een gelijkspel. Ja. We gaan over naar Charleroi Tubize, daarover kan ik kort zijn. Overwinning van Charleroi, omdat Tubize een kutploeg is. Kan ik hem involgen? Natuurlijk heeft Tubize 2 maal elkaar gewonnen, hè, wat toch vrij verrassend is. Ja, ja. Maar het is zo dat ze kwalitatief te weinig zijn om in Charleroi punten te oogsten. Dus ook een 1. Ja, daarover zijn we het eens. Ik denk dat we het misschien ook wel eens gaan zijn over Anderlecht tegen Westerlo. Westerlo doet het heel goed, staat derdes enzovoort. Maar ik voorspel dat Anderlecht kampioen gaat worden. En dan moeten ze wedstrijden, zoals thuis tegen Westerlo, moeten ze die kunnen winnen. Ik heb heel veel sympathie voor Westerlo, maar ik denk dat ze in de loop van de competitie toch gaan zakken naar een 6e, 7e plaats, dat eigenlijk een positie is. Dus Anderlecht wint tegen Westerlo. Ik kan het mij volledig bij aansluiten, vooral omdat Westerlo een thuisreputatie heeft. Ze halen 90% van hun punten thuis, dus uit halen ze weinig of niks. En dan zie ik ze ook op Anderlecht niks halen, vooral omdat Westerlo een ploeg is die meespeelt. Dus ze gaan zich niet ingraven, dus ze gaan ook niet op voor een punt spelen. Dus Bas Wit wint. Ja, we zijn het weer eens. Ten slotte misschien wel de meest interessante wedstrijd van de week is AA Gent Racing Genk. Waarbij ik gok op een gelijkspel, omdat ik helaas eigenlijk, want ik ben een Gentman, ik woon in Gent enzovoort, omdat ik geen vertrouwen heb, en dat is bewezen, in de verdediging van Gent, en dat begint bij de keeper die volgens mij te weinig punten pakt voor zijn ploeg en de verdediging is gewoonweg zwak. En de aanval in het middenveld is redelijk sterk, dus een gelijkspel moet er wel in zitten voor Gent, maar ik vrees niet meer dan dat. Ja, ik kan u er niet in volgen, omdat ik vind dat de keeper dus eigenlijk heel goed is. Dus de jongen pakt inderdaad geen punten, omdat voor hem het een en het andere misloopt. Dus ik ga voor een 1, zeker als Gentman. Ik denk dat ook Eddy er mij volgt, precies. Ja, klopt, eigenlijk wel. Voilà. Eddy gaat Gent winnen, of we zitten dat leren. Ja, dus ik ga voor een 1. Ja. De gouden tip. Mijn gouden tip is dat in de match Anderlecht-Westerlo, die desondanks wordt gewonnen door Anderlecht, dat Frutos nog eens rood pakt. Heeft hij 2 keer geel gekregen? Dat speelt hij niet, hè. Hij is geschorst. Oké, en dan tenslotte de gouden tip. Ik moet een beetje een spijtige gouden tip geven. Want ik denk dat de rechtsbak van Excelsior Moest Groen, ik weet niet wie dat is, maar dat hij zijn been gaat breken. Ik hoop dat hij niet geen gelijk krijgt, want ze spelen zijn voor de jongen. Maar mijn gouden tip is dat Tubeke op Charleroi een rode kaart krijgt. Minstens 1. Minstens 1, want ze zijn leider qua gele kaarten. Dus moet er ook wel een keer een rode tussen zitten. Ja. Oké, dat was het voor deze week. Dus tot volgende week. Doei!